Welkom bij deze video waarin ik je het G-majeur akkoord op de piano wil leren spelen. Mijn naam is Tania van Leer Piano Spelen Online en graag help ik je om op een goede en leuke manier met de akkoorden op de piano te leren spelen. We gaan een G-akkoord maken en dan beginnen we op de G. De naam van het akkoord is altijd ook de begintoon. Daar vandaan gaan we uitrekenen. We beginnen op de G, dan slaan we 1 toets of 1 alfabetletter over. Dus we slaan de A over en dan komen we bij de B. En nu slaan we weer 1 toets of alfabetletter over, dat is de C, en dan komen we bij de D. En dit is het G-akkoord. En ik speel er nu mijn duim, de derde vinger en de wink. En we hebben de tonen G, B en D. Onthoud die 3 tonen heel goed. We hebben 3 tonen en dat betekent dat we ze ook op 3 verschillende manieren kunnen spelen. Want we kunnen die G van hier beneden kunnen we naar boven doen. En dan krijgen we dit. En dat is nog steeds het G-akkoord, want het G-akkoord had G, B en D. En nu hebben we G, B en D. En dus ook dus het G-akkoord, alleen in een andere volgorde. En ik speel dit met mijn duim, de tweede vinger en de pink. Dit G-akkoord, met de duim, derde en de vijfde vinger, dat is het G-akkoord in de grondligging. En als ik het G-akkoord op deze manier ga spelen, dan is dat het G-akkoord in de eerste omkering en die deed ik met mijn duim, tweede en de pink. En nu kunnen we het nog een keer omkeren en dan ga ik dus dit spelen. En dan hebben we ook de G, de B en de D. Nog steeds het G-akkoord, maar dit is het G-akkoord in de tweede omkering. En dat doe ik met de duim, de derde vinger en de pink. Nu laat ik dat ook voor de linkerhand zien. Ik doe het op de lage G, de G en de B en de D. Dat zijn de 3 tonen uit het G-akkoord. G, B en D. Dit is het G-akkoord in de grondligging en ik speel dat met mijn 5e vinger, de 3e vinger en de duim. Nu kan ik de G naar boven doen. Dan krijg ik G, B en D. En dat doe ik met mijn 5e vinger, mijn 3e vinger en mijn duim. En dit is het G-akkoord in de eerste omkering. Nou kan ik de B ook naar boven doen, dan krijg ik de G, de B en de D. En dit is ook het G-akkoord, want we hebben G, B, D. Ik speel het met mijn 5e vinger, mijn 2e vinger en mijn duim. En dit is het G-akkoord in de tweede omkering. Dit is het G-majeur akkoord, maar we zeggen kortweg G-akkoord in de grondligging. Eerste omkering en in de tweede omkering. En ga voor jezelf in goed in je hoofd prenten de 3 tonen uit het G-akkoord, G, B en D. En als je die 3 tonen weet, dan kun je dus in alle omkeringen gaan spelen. Dat was het voor deze video. Heel veel succes en plezier ermee en ik zie je graag bij een volgende video.